Sinds dat Sinterklaas zit te chatten met die influence Piet, zit hij de hele dag op zijn computer. Hoezo zit hij op zijn computer? Dan kan hij toch niet typen? Ja, nee, achter zijn computer. Sinds dat hij die cursus heeft gevolgd in het hobbycentrum in Bokstel, hè, kan hij het leuk, maar het is echt niet de bedoeling dat je dan de hele dag gaat liggen of zitten chatten achter of op je computer. Ja, wij moeten wel eens zorgen dat hij aan het werk gaat, dat hij niet altijd achter die computer zit te typen. Ja, ga jij het zeggen? Nee, als je zegt dat hij achter zijn computer weg moet, dan wordt hij heel knorrig. Dag Sinterklaas. Zo, Pieten. Wat vind je van mijn dope Attie? Dope Wattie? Ha, ik hoor het al. Jullie weten nog ineens wat dat betekent. Dat betekent, hoe vinden jullie mij nu mijn bed? Nou, is het wat of niet? Sinterklaas, het is bijna 5 december, dus we moeten... Of moeten... Mogen. We mogen. We mogen weer het dak op. Voor de kindjes. Het is eigenlijk de bedoeling dat we nu aan de slag gaan. Aan de slag. Kijk eens wat ik aan het doen ben. Ja, maar een beetje minder. Minder wat? Minder of meer. Sinterklaas, u moet minder op de computer zitten. Haha, online is het juist helemaal. Ja, maar Sinterklaas, we moeten heel de route nog maken voor pakjesavond. Dit jaar, Pieter, gaan we de route maken via Google Docs. Dat kan geweldig met de computer. Sinterklaas, we hebben sneeuwkettingen nodig voor o zo snel. We hebben een nieuwe lading pepernoten, moeten we nog bestellen. Pepernoten, die gaan we bestellen via Ali Yam Yam. Ook weer een prachtige tip van de Influence Piet. Maar die Influence Piet, Sinterklaas, heeft u die wel ooit gezien? Nee. Op dit moment heb ik haar nog niet gezien. Behalve op de foto, maar dat kan ook niet. Ze zit in quarantaine. Op een boereneiland in Afrika. En daarom kan ze ook niet haar webcam gebruiken. Deze Piet vertrouwt het niet helemaal, Sinterklaas. Nee, en deze Piet ook niet. Als jullie nou eens iets anders gaan doen in plaats van mij lastigvallen, ga de pepernoten testen. Testen. Deze mijter staat mij toch fantastisch. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Maar als ik Sinterklaas wil worden, heb ik veel meer nodig. Ik heb alles nodig. En als ik alles heb, dan word ik Sinterklaas. En dan zeg ik, dag Sinterklaasje, dag. U past niet meer in het team. U wordt weggesaneerd. We maken gebruik van de afvloeingsregeling. Oh, dan zal je hem hebben. Beste Influence Piet, wat is de volgende stap van mijn makeover? Maar Sinterklaas, ik wil graag jou tabbert. Weet u het zeker, Sinterklaas? Staf. Weet u het heel zeker, Sinterklaas? Boek. Is het wel AVG-proof om dit op te sturen, Sinterklaas? Zo zeg. Dat ziet er mooi uit. Hartstikke modern. Super. Nou hopen we maar dat de kinderen het mooi vinden. Hoho. Helemaal Jopie de Popie 2020. Pieter, kom eens even kijken. Het is zover. Kijk nou. Ali B. Met een baard. En een jurk. En die jas, maar... Zeg, maken jullie een grapje? Waar is Sinterklaas gebleven? Ik ben het. Sinterklaas. Dit is mijn nieuwe look. Oh,
Oh, Sinterklaas! U zou wel mee kunnen doen met Hodder dan de Kerstman. Nou ja, zeg. Zeg, ik hoor daar even een ping. Dat is een chat van de Influence Piet. Koekoek. Daar zal je ze hebben. Beste Sinterklaas. Uw makeover is bijna klaar. Punt. We moeten het nog wel eventjes hebben over de cadeautjes. En het snoepgoed, ja natuurlijk. En wat is nu een Sinterklaas zonder pepernoten en zonder cadeautjes? Helemaal niets. Als u dan de cadeautjes en de pepernoten en zo opstuurt, dan krijgt u van mij iets leuks, iets fantastisch terug. Enter. Want veel hipper dan snoepgoed is een mandarijntje of een lekkere Kiona-reep. Met kikkererwten. Nou, dit weet ik niet hoor. Daar moet ik wel even aan wennen. Tja, misschien moeten we dat ook zien. Het is veel gezonder, een mandarijntje en zo'n reep. Met een lekker flesje water erbij. Water, water. Ja, ik haat water. Ik haat water. Oké. En wat doen we dan met de cadeaus? De kindjes van tegenwoordig hebben liever een duimpje dan een cadeautje. Dat is natuurlijk niet zo, maar als Sinterklaas alleen maar duimpjes geeft en snoeptomaatje mandarijnen stukjes komkommer uitdeelt, dan vinden ze hem niet meer zo lief. Briljant, briljant, briljant. Zorgt u ervoor dat het snoepgoed en de cadeaus onder de boom worden gelegd, dan komt het helemaal goed. U hoeft niet te twijfelen. We moeten deze make-over samen doen. Juist nu. Alleen samen krijgen wij het Sinterklaasfeest modern. Enter. Ja, die Influence Piet is wel erg overtuigend. Ik denk dat ze gelijk heeft. Pieter, leggen jullie de pakjes en het snoepgoed onder de eikenbal? Ja, Sinterklaas, dat kunt u niet menen. Nee, die kindjes die tellen heel het jaar op cadeautjes en snoepgoed. Kinderen lussen helemaal geen quinoa-repen. Quinoa-repen smaken naar naar apenkots en pizza-doos. Nou, ach, dit is het cadeautje van Sinterklaas. Een like. Ben jij daar nou blij mee? Beste Pieter, ik begrijp best dat er veel veranderingen zijn, maar we moeten er gewoon aan wennen. Het wordt echt een hipper dan hip feest. We moeten nu echt nog het laatste stukje doen. Namelijk, ik moet andere muziek. En bijvoorbeeld, hoort wie TikTok kinderen? Sinterklaas is helemaal gek geworden. Dadelijk knipt hij echt zijn baard af. Nou ja, hij is helemaal in de war. En dat zie je wel vaker bij oude mannen. Maar dit komt door de Influence Piet. Ja, maar wat kunnen we er nou aan doen? Wacht, ik heb een idee. We nemen wat cadeautjes. Die leggen we bij een boom. Dan wachten we af. En dan komt op een gegeven moment de Influence Piet. Oh, die kan daarmee helpen tillen. Nee. We volgen de Influence Piet naar huis en dan weten we waar die woont en dan weten we ook zijn naam. Goed idee. Hoort wie TikTok op zijn telefoon? Ja, of zoiets, maar daar ga ik nog over nadenken. Als ik straks ook nog eens zijn snoepgoed heb, dan ben ik er bijna. Dan word ik Sinterklaas en ga ik de kindjes toespreken. Hallo kindjes, hier spreekt Sinterklaas. Ben lief voor elkaar, zing een leuk Sinterklaasliedje, zet je schoentje op 5 december, dan zit er misschien wel een snoepje in. Als ik die dan zelf niet heb opgegeten, dat is toch briljant, briljant, briljant! En nu even kijken of mijn pakje al is aangekomen. Als het maar niet regent, want ik haat regen.
Kom, we verstoppen ons achter deze eikenboom. Ja, maar dit is toch geen eikenboom? Ja, acacia, populier, lindenboom, maakt niet uit. De schrijvers van deze serie hebben waarschijnlijk geen biologie gehad. Oké, daar komt ie. Wie is dat? Ik ken hem niet. Zie je wel, dit is hem. We volgen hem.